Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video van Creative Collects. Mijn naam is Max en vandaag heb ik een hele coole video die helemaal draait om de nieuwste set Silver Tempest. Ik ben naar 5 pre-release rondes geweest van Silver Tempest, dus ik heb al best wel wat ervaring er nu mee. Ik heb heel veel rondes gespeeld, heel veel kaarten gezien en ik heb mijn prijsboosters die je er normaal bij krijgt, die heb ik bewaard. Dus die gaan we ook vandaag openen. Ik heb ze hier, een hele stapel Silver Tempest, nieuwste set, eigenlijk nog niet eens uit in de winkel. Dus dat is hartstikke leuk om naar uit te kijken. Voor de rest ga ik wat laten zien wat je al zoal in die kitjes kan verwachten. Welke decks ik heb gespeeld, wat mijn pools tot nu toe zijn. En ik heb ook nog hier een McDonald's doosje. Deze heb ik gehad van mijn neefjes om te laten zien op video. Dus dat zal ik doen. Ik zal hem hier laten zien. Er zat een Chincho in, een Flaffy, een Cutiefly, maar ook de echte klapper. Pikachu, de McDonald's Holo Pikachu. Eigenlijk wel de meest gezochte kaart van deze McDonald's set. Ik had mijn vorige video aangekondigd, de speciale Halloween video, dat als je een comment plaatste, dat ik je dan een Halloween booster pack of een trick or trade booster pack zou opsturen. Dus als je jouw naam nu ziet in de lijst van namen die voorbij komen, dan neem even contact met mij op. En dan zorg ik dat ze jouw kant op komen. Dan gaan we sleeves klaar, just in case. Weer iets moois spoelen. Ik mag hopen van wel. We hebben er 14 pakjes nog over. Dan gaan we. Dit is een van de pack arts. Alolan Vulpix. Als deze video nou heel erg lang wordt, misschien knip ik hem dan in 2 delen. En dan, dan zien jullie het dus waarschijnlijk rond de echte release van Silver Tempest. Eerste Gusty Energy vandaag, Lightning. Oh, dat is Fighting. Overigens gaan wij bij Card Store weer een livestream doen. Ik zal de link naar het event plaatsen bij deze video. Als je dan op tijd bent, dan kan je nog packs bestellen van de nieuwste set Silver Tempest. En dan rond de release streamen wij weer. Oh, terwijl ik dat zeg, poel ik even casually een Radiant Jirachi. Dat is de derde Radiant naast LKSM en Tsarina. Super gaaf. Ik vind Radiant Pokémon wel echt super cool. En volgens mij komen er nog 3 aan in Crown Zenith. En dan is het waarschijnlijk ook weer afgelopen met de Radiants. Maar we gaan zien wat Terrastalize doet. Maar zoals gezegd, livestream dus. Vergeet niet je packs te kopen. En dan zie ik jullie live bij Card Store op hun Twitch. En Noivern is de non-holo rare. Maar ik ga deze Jirachi wel meteen even sleeven. Bam! Eerste pakje, eerste hit. Dan Regieleki is de volgende pack art. Daar heb ik de V dus al van. Er is ook een VMAX. Overigens de kaarten die iedereen zoekt, de echte chase cards, er zitten weer een paar alternate arts in. Maar de Lugia is waarschijnlijk de meest gezochte en duurste op dit moment. Ik zou nog even wachten, want de prijs zakt waarschijnlijk wel wanneer de set echt uit is. Psychic voor Alice. Oh nee, het is weer Fighting. Hunchcrow. Raichu. Ferrothorn is ook weer terug. Klink. Petillon. Litten. Dit is echt een geniale art, vind ik. Doe me onwijs denken aan mijn eigen kat Rebel. Overigens is het best wel een grote set. 195 kaarten voor Secret Rares. Swablu. En dan ook nog de Trainer Gallery. Candice is een nieuwe trainerkaart. En Ho-Oh-V, weer een ultra rare. So far, elk pakje een hit. Als je Lugia hebt, dan moet Ho-Oh er eigenlijk ook in zitten natuurlijk. Dus dit was ergens wel te verwachten. Ik had hem nog niet gezien zelf. Dus super cool. Een goed begin van mijn bezameling. Regidrago. Hoppakee. Gusty Energy Gras. Ah, het is Fire. Lopunny. Ik zie ook heel veel van deze kaarten voor het eerst. Ik ga er iets langzamer doorheen. Regenerative Energy is een van de nieuwe speciale energies. Swirlix. Marini, Indeedee, die heeft een aanval, die mag je doen als je als eerste gaat. Dat is op zich wel bijzonder. Baltoy, normaal mag dat natuurlijk niet. Sunkern, Radiant, Tsarina nog een keertje.
Ik heb het idee dat deze toch niet zo zeldzaam zijn als dat ze zeggen. En de rare is een Froslass. En de trainer daarachter. Gaat best wel goed met deze pakjes. Nog een Alolan Vulpix. Ik zou eigenlijk vanavond, wanneer ik dit film, naar een spelletjesavond gaan, maar het regent keihard buiten. Dus dat ging niet door, helaas. Fire. Oh, nu is het wel psychic. Nee. Ah, Morpeko is ook weer terug met de Pekko Blaster aanval. Er zitten dus een Morpeko, een Pikachu en een Dedenne in deze set. En die werken soort van samen. En dat zie je ook op de art. Dat vind ik al echt grappig gedaan. Capturing Aroma. Misschien leuk van een soort van meme deck. Slurpuff. Swirlix. Dat is toevallig. Marini. Die hadden we net ook. Indeedee. Baltoy. Sunker. En een Rufflet. Ah, ik dacht even dat ik weer een Radiant of zo had. En de rare is een Dragonite holographic. Nou, technisch gezien nog steeds een hit. Volgens mij is dit de eerste Lugia packard die ik ga openen vandaag. Oh, deze ging al heel makkelijk open. Ik hoop dat dat een goed teken is. Darkness Energy. Ah, het is Weather. Lopunny. Quadstone, waarschijnlijk de meest nutteloze kaart geprint tot nu toe. Want je moet er vier van hebben en dan kan je alle Pokémon healen. Nou, er zijn altijd vier betere kaarten om in je deck te stoppen dan Quad Energy. Regenerative Energy nog een keertje. Esper. Weer met die creepy ogen. Maar dit keer uitgevoerd in een soort van wolpoppetje. Dratini. Chincho. Meditite. Dewpider. En een Clang is de reverse uncommon. En de rare is een Alolan Vulpix V, weer een ultra rare. Ik moet zeggen dat Silver Tempest mij tot nu toe best wel goed bedient. Hou dat vol. En ik hoop dat ik wat van dit luck kan overbrengen met de livestream bij Cardstorm. Dan zijn de kaarten weliswaar niet voor mezelf, maar voor jullie. Maar we hopen er natuurlijk wel weer een toffe stream met goede pools van te maken. En wie weet zien we Lugia, de alternate art, nog wel voorbij komen. Lightning Energy. Ah, nu is het wel Darkness. Krokorokorok. Behem. Een rare Pokémon vind ik dat. Eerst dacht ik dat het helemaal geen Pokémon was. Het leek meer een soort van Digimon of zo. Braxen. Fumpy. Litten nog een keertje. Rufflet. Fennekin. Durant. Heeft ook altijd wel interessante abilities. Brixen, ook al een fan-favorite Pokémon. En de rare is een Arcanine. Ah, ik wist eigenlijk niet eens dat deze erin zat. Best wel cool. Regieleki. Ik ben zelf onwijs een fan van Lightning Pokémon, maar Lightning Dex blijven een beetje achter in power deze generatie. Misschien dat met Regieleki en zo wel verandert. En dan ga ik een lightning deck maken. Maar eerst vuur. Ah, gras. Regenerative Energy. Heb ik nou nog geen enkele Gusty Energy goed volgens mij. Duotion. V-Guard Energy is de andere speciale energy. Deze gaat waarschijnlijk best wel veel play zien. Relicant. Hawlucha. Togedemaru. Grappige Electric Rodent Pokémon. Petilil. Pikachu heeft ook weer een kaart met diezelfde Togedemaru en de Dedenne op de achtergrond. Venomoth. En de rare is een gym trainer. Dat ben je niet. Weer een dubbele. En overigens nog behoorlijk slecht gecenterd. Maar hey, een full art trainer is een full art trainer. Hopelijk kan ik deze ruilen voor een andere full art trainer. Dat is wel bijzonder, want dat betekent dat deze ongeveer uit dezelfde box kwamen. En daar zaten dan dus gewoon dubbel in. Dat is wel gek. Maar ja, niet onmogelijk. Het volgende pakje. Terwijl ik alles per ongeluk op de grond laat vallen. Water. Ah, nu is het psychic. Araquanid, die had ik nog niet. Stonejourner. Helemaal zen. Zo voel ik me ook wel eens. Als ik geen zin heb om te werken bijvoorbeeld. Ferrothorn, Growlithe, Klink, Wilmer, Dratini, Litten, Gym Trainer, maar dan in het klein als de reverse, Uncommon Trainer. En de rare is een Milotic.
op zich wel een gave Pokémon. De aflevering met Nessa vond ik heel leuk. Van die shorts, hoe heet dat ook alweer? Iets met Twilight. Ik hoop dat ze vaker dat soort slice of life Pokémon anime filmpjes maken. Hoewel ik Pokémon Journeys ook wel aardig vind. Fighting. Ah, metal. Lance is een nieuwe trainer voor Dragon Pokémon specifiek. Arcan of Archen. Clang. Relicanth. Hawlucha. Togedemaru. Petilil. Je ziet nu wel dat we wat meer dubbele poelen. Volgens mij heb ik dit pakje net ook Pikachu. Wildlord Reverse is een uncommon slechts. Dus ja, niet zo'n dure kaart. Maar ik ga hier ook zeker proberen een tag van te maken. En de rare is een Mawile V Ultra Rare Pool met de Chomp Down en Pouty Slap aanval. Psychic Pokémon, niet metal zoals de afgelopen normale rares waren van Mawile. Very nice. Dan heb ik nog 5 pakjes te gaan uit mijn zogenaamde prijsboosters. Alolan Vulpix. Er zit ook een hele toffe unknown kaart, alternate art, in deze set. Die heb ik heel vaak gepoeld zien worden, maar stiekem hoop ik hem ook nog te zien. Darkness. Ik zat in mijn hoofd met water, maar toen dacht ik, die heb ik al een paar keer gezegd. Fletchinder. Clang. Emergency Jelly. Kredum. Het ziet eruit als zo'n, is dat zo'n danoontje of zo? Relicanth, Hawlucha, Togedemaru, Petilil, Pikachu, Hawlucha als de reverse. En de rare is een Earthen Seal Stone, een speciale trainer item die je een V-star power geeft. Dus je mag 1 keer in je beurt een V-star power gebruiken, een beetje zoals de GX aanval van vroeger. En je kan nu dus ook een V-star power krijgen door middel van een item. En ik vind deze op zich wel heel mooi gemaakt, dat holo effect met dat item in het midden. Ja, het is toch weer een tikje cooler dan een gewone trainer. Super cool. Ik weet overigens niet of deze ability echt goed is. Ik heb er nog niet echt naar gekeken. Maar ja, ik ben benieuwd dus hoe ze straks bij Scarlet en Violet het terrestrializen doen. Ik hoop eigenlijk niet dat dat ook met een soort van item gaat. Ik hoop meer op een soort van breekkaart die je dan over je Pokémon heen legt. Maar waarschijnlijk wordt het wel iets van een item. Of misschien heeft Pokémon iets totaal nieuws bedacht. Dat kan natuurlijk ook. We gaan het volgend jaar meemaken. Maar voor die tijd zal er wel het een en ander lekken. Of Japanse sets komen meestal eerder. Scarlet and Violet, de videogame, komt al binnenkort uit namelijk. Dus en de eerste boxen zijn ook al aangekondigd. Met daarin de starters van de 9e generatie. Fire. Darkness. Hypno. Zo cool. Het is goed om je Pokémon te kunnen setupen. Arjun, Serena, Sunkern, Phanpy, Indeedee, Marini, Mischievous, nog een Meditite. We hebben nog geen Miss Magius gezien volgens mij. En de rare is een Virizion, die had ik ook nog niet. Als je Cobalion, Terrakion en Galdeo op je bench hebt, dan doet deze 90 damage. Maar ik weet niet of dat de moeite waard gaat zijn. Regidrago, nog 3 pakjes te gaan. We zijn er bijna. Ik denk inderdaad dat dit, als je dit ziet, de tweede helft is van de video. Dan houden we het allemaal wat schappelijker qua tijd. Leaf Energy. Oh yes, eindelijk. Toch nog een Gusty Energy deze opening. Dragonair is weer van de partij. Venomoth. Wallace, die best wel een gedurfd pakje aan heeft, moet ik zeggen. Op zich wel een grappige trainer in pre-release. Je mag dan 3 kaarten pakken en als je tegenstander er ook eentje pakt, mag jij nog eentje extra. Dus iedereen blij. Iedereen mag een kaartje pakken. Baldur, Sunkern, Klink. Oh, dit moment. De Rayquaza VMAX Trainer Gallery Gold en Zwart, I guess, kaart. Die is wel echt sick. Misschien wel een van de betere goud-zwarte kaarten. Dus ik mag zeker niet klagen deze opening. En het mooie is, hierachter zit nog een rare. Dus misschien hebben we wel een dubbel hit. Nee, helaas, het is een mooie rare. Iets te optimistisch. Dan nog 2 pakjes. Ik bewaar Vulpix als laatste.
ene laatste pakje. Let's go. Grote set dus, maar wel een toffe set tot nu toe. Ik kan niet wachten om hier meer van te openen. Ik heb samen met een vriend van mij, Maarten, een boosterbox besteld. Dat wordt waarschijnlijk niet op cam, maar ik hoop wel op goede pools. Darkness. Hey, nog een Gusty Energy. We zijn eindelijk opgewarmd. Moest even inkomen. Regenerative Energy. Duosion. V-Guard Energy. Emoga zit er ook in. Is iets meer Lightning Pokémon dit keer. Beldum. Stunfisk bijvoorbeeld. Vulpix. Snorunt. Oeh, de V-Best. Die ligt hier lekker te slapen. Is de reverse. Wel met een printlijn er doorheen. Ik moet wel zeggen dat de printkwaliteit van deze set is best wel matig. Ik heb best wel veel printlijn gezien en ook slecht uitgesneden kaarten. Vooral de promo's, helaas, waren niet zo best uitgesneden. En de rare is een Copalion. Geen holo dit keer, overigens. En dan de laatste van vandaag. Alolan Vulpix. Een van de mascottes samen met Lugia van Silver Tempest. Alolan Vulpix staat ook op de Elite Trainerbox, die ik ook besteld heb. 1, 2, 3, 4. Laatste Gusty Energy doe ik weer Lightning. Ah, helaas. Gras. Toxicroak. Ferrothorn. Professor Leventon. Oh ja, die is uit de videogame. Van Legends Arceus. Mag je Hisuian Pokémon tevoorschijn toveren. Dat kan handig zijn. Ferroseed. Ponyta. Venonat. Die had ik nog niet volgens mij. Dewpider. En Spinda, die had ik ook nog niet gezien. Oh, een weird-ass Pokémon vind ik dat. Torracat, yes. Dat is een reverse uncommon. Die is wel cool. Die gaat achter die Love Disc aan. Pas op, Love Disc. En de rare, de laatste rare van deze opening, is een Hisuian Braviary met een gratis aanval. Daarom is dit logootje een soort van uitgegrijsd. Nou, ik mag toch zeggen dat dit best wel goed was voor mijn doen. Ik zal nog even de beste pools erbij pakken. Rayquaza VMAX, Secret Rare in de Trainer Gallery. De Earth and Seal Stone, Holo Trainerkaart, Mawile V, Gym Trainer. Helaas had ik die al wel, maar Alolan Vulpix V. En Dragonite, die had ik wel. Radiant Serena. Ik weet niet waarom Frostlass hier tussen zit. Ho-Oh V en een Radiant Jirachi. Op zich niet slecht. Ik denk dat ik in de helft van de pakjes ongeveer een hit heb gehad. Wow. Ik wil je zoals altijd bedanken met een paar codekaartjes. Maar deze codes zijn nu dus nog niet live. Dus hou daar rekening mee. Je kan ze nu nog niet invullen. Maar pas wanneer Silver Tempest echt uit is in de winkels. Of eigenlijk één dag voordat hij uit is in de winkels. Kan je deze codes redeemen. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. En tot ziens.